meer dan een jaar geleden stonden wij hier ook voor het spectaculaire Avondstheater in Leusden. 14, het theaterspektakel over Johan Cruijff gaat zijn tweede jaar in en we zijn erbij. Wat doe je morgenavond? Hoezo? Kennen we daar de film? Je weet niet eens hoe ik heet. Jawel. Jij bent Daddy Koster en jij wordt mijn vrouw. Ik dacht al, waar blijf je? Nou, hey! Gaat het goed? Hi! Ja, wat leuk dat je bent! Ja, leuk om jullie weer te zien. Ja. Tobias, Weert, welkom terug. Of wij welkom terug eigenlijk. Eigenlijk omgekeerd. Hamvraag. Ja. Wat deed jullie besluiten om nog een tweede seizoen door te gaan? Het is een superleuke voorstelling natuurlijk. Ja. Het is zo'n feestje om te mogen spelen. Het is humor, het is ontroering, het is heel veel muziek. Het is stand-up eigenlijk. Ik denk dat het alles in een voorstelling bij elkaar is wat je als acteur heel graag zou willen spelen. En dat zit hier allemaal in. Dus Het is gewoon heel leuk om te doen. Dat. En Tobias, jij? Ja, ik heb nog wel wat uit te zoeken met Cruijff als persoon. Ja, je zou denken van niet, maar ik vind toch elke keer weer dieptes of hoogtes of breedtes met Cruijff waar je een kant mee op kan. En het is gewoon ongelooflijk leuk om echt voor volle zalen te blijven spelen. Helemaal in deze tijd. Het is heel ontzettend leuk dat het volstroomt natuurlijk hier. Dat doe je als acteur natuurlijk heel goed. Wij zien Tobias Nierop van voren. Jij ziet hem vanaf de rug. Hoe ervaar jij Tobias? Ik ken Cruijff niet, maar Tobias is wel echt Cruijff. Je voelt het in de zaal, want ik heb de show ook 2 keer gekeken. En je voelt het ook als zijn dat wij achter hem staan. Je bent echt met Cruijff. Ik had de voorstelling zelf ook gezien, 2 keer, voordat ik auditie deed. En ja, het is begin een hele lange monoloog van Tobias in de voorstelling. Ja. Dat ik echt met mijn bek open zat te kijken. En ik ging automatisch gewoon, ik gaf applaus en die hele zaal ging mee. Dat is zo fantastisch. Ik weet niet of dat is ook wel vloeken in de kerk, maar hij is beter dan Cruijff. Dat mag je uitleggen. Omdat hij... Kijk, Cruijff die zei wat er in hem opkwam. En dat was heel geestig, maar soms was het ook... Hij zei iets. Maar Tobias doet dat doordacht. En het heeft zo'n bravoure en zo'n kunde daarin, in het spreken. Dat ik hem... Ja, hij is echt Cruijff. Dat zeggen ze wel vaak over iets. Maar het is de eerste keer dat ik het zeg in al die jaren. Dat ik hem echt Cruijff vind. Hij is gewoon Cruijff. En dat is zo bijzonder om te zien. Ja, ik vind hem echt fantastisch. Ik vind hem echt, echt te gek. Ontdekken jullie nog steeds nieuwe dingen? Jij bijvoorbeeld, nou, of Tobias wel? Ik ook non-stop. Het is, ik weet niet, ik denk dat we allebei iets meer nog, ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar de verdieping in zijn gegaan van ons personages. Dus ze worden steeds meer mens ook. En dat is, ik hoop dat dat te zien is en dat je, ja, dat nog echtere mensen worden eigenlijk. Ik weet niet of ze exact Jannie en Johan natuurlijk zijn, ja. Maar... Ik denk dat het meer mensen van vlees en bloed steeds meer worden. En ja, daar kan je denk ik meer aan relateren. En dat is denk ik heel fijn om te zien. Ik ken jullie vooral van vrij traditionele musical. En dan zit je opeens in een Tom de Ket schuurmachine. Laat ik het zo zeggen. Natasja. Ja. Hoe voelt dat? Ja, was het wennen voor je, bedoel ik? Nou, het was wel wennen. En dat had ook te maken met dat we gewoon een hele korte repetitietijd hadden. Oh. En het is gewoon zo'n brutale voorstelling. En ik heb natuurlijk Sound Music gedaan. Dat is een stukje braver op zich. Dus, met Carleen was het ook wel een beetje ondeugend. Zeker, zeker. Maar het verhaal, het is natuurlijk een klassiek verhaal. Ja. En dat is dit heel anders. Dus dat is super tof om ook een keer te doen. Er zat een jaar tussen mijn eerste keer en deze keer. Dat is waar. Ik hoor toch verschillen. Is het elke avond nou anders?
Ja, ik probeer elke avond, dat is natuurlijk eigenlijk het mooiste van theaterspelen, is dat je het probeert altijd in het moment te houden. Het is altijd een wisselwerking tussen jou en het publiek. En ik probeer altijd dingen te zoeken waarin ik de avond uniek kan maken. En ook niet alleen tussen mij en het publiek, maar ook naar mij en mezelf. Of dat zeg ik een beetje cryptisch misschien, maar naar mij en Johan. Al wil ik hem niet te veel als een soort los personage wat om mij heen floot beschrijven. Maar je kan jezelf ook verrassen in je spel natuurlijk. Of het publiek kan jou verrassen, of je tegenspelers kunnen jou verrassen. En dat zorgt ervoor dat elke avond natuurlijk bijzonder blijft. Bevalt dit gezelschap jou? Ja, heel leuk. Ik vind het te gek, want ik heb vroeger als kind ook heel veel gevoetbald. En ik hou van theater. Ja. En dus de perfecte combinatie. En ik vind het verhaal fantastisch en hoe het gemaakt is. Ja. Het was heel grappig. Ik was uitgenodigd om een keer te komen kijken. Gewoon leuk om te komen kijken, omdat ik mensen ken. En toen kreeg ik ineens 2 maanden later een mail. Zeg, wat vond je er eigenlijk van? En wil je eigenlijk meedoen? Een valstrik. Ja, dus ik zei 3 werven ja, dat lijkt me te gek. Ja. En dat bevalt nog steeds. Ja, dat... Alles kan hier. Je zag het. De vloeren draaien, de loopbanden in het toneel gebouwd. Dingen uit de lucht, mensen vliegen. Dus alles kan hier gewoon. En dat is natuurlijk wel een soort speeltuin waar je dan in belandt. Dat schurende van deze voorstelling, dat past ook wel bij je. Ja, dat het een beetje los en ruig en wat en, bedoel en je? De grenzen van theater, tarten. Ja, zeker. Ja. En ook totaal theater wat het is. Het is en met film en muziek en, nou ja, en een beetje cabaretesk ook. En 5 rollen in 1 voorstelling. Dus ja, dat vind ik natuurlijk altijd het allerleukste wat er is. Ja, ja. Dat klopt. Ja. Was het moeilijk om in deze geoliede machine terecht te komen? Nou ja, we hadden wel een redelijk korte tijd. En je gaat toch, als je een rol overneemt, ga je heel erg dat nadoen. Terwijl, daar zit eigenlijk je kracht niet. Dus nu, gelukkig hebben we een aantal eruit gehad. En nu heb ik er wel echt mijn eigen rol van kunnen maken. Maar ja, het is altijd toch weer zoeken geblazen hoe je het nou weer voor jezelf kan maken. Wat ook nieuw was, je grudge van het niet winnen van de Musical Awards. Ik vond, jullie hadden hem verdiend, maar oké, de jury heeft anders beslist. Was het een beetje wrok? Nee, helemaal niet. Wat ik heel erg leuk vond is dat je, er zit een moment in de voorstelling zonder al te veel weg te geven waarin de acteur met Johan in gesprek gaat. En dan geeft Johan hem eigenlijk op zijn kop dat hij de Musical Award niet heeft gewonnen. En dat is natuurlijk een hele dikke knipoog die mensen heel erg kunnen waarderen natuurlijk. Ja. Maar was je teleurgesteld, Meerte? Ik wel. Tuurlijk ben je teleurgesteld, maar aan de andere kant, het was zo'n waanzinnig, geweldig, bijzonder iets dat we zoveel nominaties hadden, dat we überhaupt genomineerd waren. Ja, ik voelde me eigenlijk toen al zo vereerd. Dat hadden we eigenlijk, denk ik, allemaal. En ja, we hebben eigenlijk een van de leukste prijzen die erbij zitten, namelijk Beste Originele Musical. Uiteraard, die staat uitvergroot in de foyer. Ik ben eigenlijk super trots op ons. Ja. Ik weet niet of ik dat moet zeggen, maar jawel. En van mij krijg je ook de prijs voor de beste jurk van de avond. Dank. Ik heb ook het idee dat het publiek iets anders is dan jullie gewend zijn van Moeder, ik wil bij de revue en The Sound of Music. Omschrijf ze eens, deze mensen. Nou, mag ik die zeggen? Wat ik bijzonder vond, ik heb bijvoorbeeld die Voorkamp van Moët gedaan. En daar werd dus ook tijdens het zo geschreven dat je dus geen applaus kon geven. Nee. Dus dat op het einde de zaal helemaal losging. En dat is hier een beetje hetzelfde. Dus die trein, het is zo'n voorstelling die gaat zo door. En ik denk dat daarbij het publiek ook wel wat anders is. Het is echt een voorstelling voor mannen. Natuurlijk ook voor vrouwen, maar echt wel voor de vaders, voor de ooms, weet je wel. Voor de voetballers. De voetballers. Dus ik denk dat mannen daar sowieso iets terughoudender zijn en iets heel hard gaan gillen als bijvoorbeeld bij een Jersey Boys of bij wat andere dingen. Dus dat is, maar ja, het neemt niet echt de plezier die mensen hebben. En iedereen we spreken na afloop zeggen, het is echt te gek. Ja, maar deze mannen moeten toch wel ondergaan dat jullie in zingen uitbarsten en soms wel eens een dansje doen. Ja, dat vinden ze nog leuk ook. Ja, dat is het mooie. Dat vind ik fijn om te horen. Dank jullie wel en fijn tweede seizoen toegewenst. Tot over een jaar. Ja.